zijn we toe aan de laatste rit. Omdat de tabij er niet is, de Italiaan. En gaan we er allemaal even voor zitten. Waar gaan we dan voor zitten? Wel, Florentje Ritsma. De laatste Nederlander die in actie moet komen. Oorspronkelijk waren de 24 ritters hier al gezegd, maar twee aanwezigen, Hans Markström en Alessandro de Taddei, de Italiaan, hebben dat aantal ingekort tot 23. Florent Jarisma is samen met de enige Franse deelnemer hier, Thierry Lamberton, de man die de 1000 meter mag gaan besluiten. Lamberton uit de buurt hier, Chamonix, aan de voet van de Mont Blanc. De nationale sprint en allround kampioen van Frankrijk. Maar dat is geen garantie voor internationaal succes natuurlijk. Richard Ritsma heeft een prima seizoen. Derde op het Europees kampioenschap. Vierde, nog een keer een vierde plaats. Die ik net nog vergeten. Op de 1500 meter. De zoveelste vierde plaats voor Nederland in dit Olympisch toernooi. Er zal geen land zijn dat zoveel vierde plaatsen heeft gehaald bij het schaatsen dan Nederland. En Lamberton kan erom lachen, het publiek juicht hem toe, hij is de enige Fransman. En dat willen ze dan nog wel een beetje onderstrepen hier. Ja, wat mogen we verwachten van Richard Ritsma? Zijn persoonlijk record dit seizoen gerealiseerd staat op 1.15.85. Daarmee ben je natuurlijk geen specifieke 1000 meter rijder. Maar je weet het niet. Hij maakt een uitstekende indruk op de 1500 meter, beschikt over vorm en inhoud. En vooral het laatste is ook belangrijk hier, vandaag. We zijn weg voor de slotrit. En kijken met name naar de man die hier de binnenwagen start is. Uit Lemmer, Rintje Ritsma. Die zijn natuurlijk meteen een hoek van de Frans. Maar ja, die Bolina loopt nog valt. Opening 17.63, dat is goed van Ritsma. Prima. Grote sterke vent, deze Rintje Ritsma, gecoacht door de allround coach Ab Krok. Rondetijden worden aangegeven door Wopke de Vecht, die heren wisselen elkaar af. 600 meter. Voor Ritsma 46.06, dan kan hij toch ook niet echt volhouden, hoewel dit een zeker niet slechte tussentijd is. En kijk of Rintje dan nog iets over heeft voor het eind. Want ik vond hem in het begin niet helemaal goed rijden. En misschien dat hij dan nu wat meer in zijn slag komt. Waardoor hij er nog een laatste ronde uit weet te knallen. Laatste binnenbocht voor de man uit Lemmer. En dan zit ook zijn Olympisch toernooi erop. Maar gaat goed door naar het einde. 1.15.96. Dat is maar een tiende verwijderd van zijn persoonlijk record. En daar staat hij 12e mee in het klassement van deze 1000 meter. 10e plaats voor Zandstra, 12e voor Ritsma en een prachtige 4e voor Van Velde. Ach, zo slecht is het weer niet vandaag. Maar u weet het, mooi geschaatst, maar geen prijs. Zo is het nou eenmaal. Lamberton is de laatste die over de finish glijdt. En dan zit ook die 1000 meter er weer op. Even terug naar het begin van deze rit. En ongetwijfeld naar die valpartij van de enige Franse hoop in bange ijsdagen, Thierry Lamberton. 1, 2, 3 en gaat u maar. Hij staat pijlsnel weer overeind, dat wel. En besluit in ieder geval ook zijn rit. Dat is keurig en dan gaan wij het klassement opmaken. Het goud gaat naar Duitsland. Olaf Zienke, het is buitengewoon verrassend. Het zilver nog verrassender. Jonman Kim uit Zuid-Korea. En Yukinori Miyabe uit Japan is goed voor brons. Gerard van Velde, vierde. En het verschil is zo verschrikkelijk klein met goud. Zo verschrikkelijk klein dat het eigenlijk meer had moeten zijn. Maar goed, Aardenberg 5. Igor Zelesovski, de viervoudig wereldkampioen, sprint 6. Dan Giti Bo, Nikolai Guliaev, Toshiyuki Koroiwa, Falco Zandstra nog bij de top 10. Yuji Fujimoto op de 12e plaats. Rintje Ritsma met 1.15.96. En dan kijken we naar de laatste Nederlander. Dat is Arie Loef. Hij eindigt op de 14e plaats van deze Olympische 1000 meter. Kijkt u rustig het rijtje even verder af. En ontdekt u eventueel nog uw persoonlijke favorieten. Ons werk zit er wat deze 1000 meter betreft op. Het is afgelopen in Albertville. Wij kunnen afscheid nemen. Tot donderdag de 10 kilometer voor mannen.